evenement waar ik het meest enthousiast ben, over ben, is een evenement met basisschoolleerlingen. Daarmee hebben we een hele grote presentatie gegeven voor 600 leerlingen van 12 jaar oud. Die studenten konden al best wel goed Engels. En dat verbaast je misschien voor China, maar dit was ook een private school. De leerlingen waren ontzettend enthousiast om het verhaal te horen. En je merkte wel dat er op andere momenten dan normaal gesproken ontzettend veel enthousiasme was. Bepaalde foto's, bepaalde filmpjes. En natuurlijk met name toen ze uiteindelijk echt de motorfiets konden zien, werd er gescandeerd vanuit het hele podium. Zo enthousiast waren ze. Ook voelden we ons echt de popsterren. In plaats van selfies hebben we dit keer handtekeningen uitgedeeld. Wat wel weer een heel andere ervaring was. Het volgende evenement was op een artistieke school. En je merkte dat daar de vragen toch iets anders waren dan we normaal gesproken gewend zijn. In plaats van op de motor en de technische specificaties, ging het heel erg over hoe we ons als team voelen. En hoe we die 80 dagen eigenlijk met elkaar kunnen overleven. Ook heel erg interessant was om te zien dat ze een levensgrote poster hadden gemaakt van ons als team. Waarbij je dus eigenlijk letterlijk met jezelf op de foto kon gaan staan. We zijn hier nu bij de BYD Factory en je ziet dat dit echt het Chinese fabrieksleven is. Mensen wonen hier, mensen slapen hier, mensen eten hier. Het gaat volledig door in shifts. En ze maken hier dan ook zonnepanelen, wat natuurlijk wel toepasselijk is voor ons verhaal. Om dan hier een keer ook de nacht door te brengen. We zijn al wekenlang bezig om te zorgen dat onze batterijen vervolgens van Shanghai, waar we straks aankomen, naar Seattle kunnen vliegen. En daar lijkt nu eindelijk een oplossing voor gevonden te zijn. Niet vanuit Shanghai vliegen, maar vanuit Shenzhen. Er zijn nu 3 teamleden van ons naar Shenzhen om te zorgen dat de batterijen vanuit daar gevlogen kunnen worden. Nou, het zag er heel even naar uit dat we een probleem in Amerika zouden hebben. We hebben dan namelijk nog te weinig batterijen daar. En het is erg moeilijk om niet gecertificeerde batterijen te vliegen. Maar via onze partner ziet het er nu uit dat we toch batterijen kunnen gaan vliegen. Nou, dan zijn we helemaal klaar voor het laatste etappe in Amerika. Ja, we gaan zo weg. Batterijtjes op de post doen. Shenzhen. Oh, there we go. Roadtripje met z'n drieën. Totaal onbekend gebied in, dus ik ben benieuwd. Ja. En we hebben gelukkig het telefoonnummer van de gids. Dus dan kunnen we altijd bellen als er iets aan de hand is. Mama, waar moeten we heen? Hoe gaat dit? Dat is de motor die gisteren uitviel door de regen is inmiddels opgedroogd en bleek eigenlijk niks aan de hand te zijn. Dus we kunnen gewoon weer gaan rijden. Doei!